Hallo, als jij elke donderdag om 3:30 klaar zit om als allereerste mijn nieuwe video te bekijken, dan heb ik je nu heel wat uit te leggen. Deze video is namelijk een paar uur later online gekomen dan normaal en op Twitter brak er echt grote paniek uit. Sorry! Maar stiekem heb ik dit expres gedaan, want ik wilde jullie laten ervaren, laten zien en laten merken wat de gevolgen zijn als je brak bent. Als je te veel alcohol hebt gedronken, dan ben je de dagen daarna echt niets waard. Je kan je niet aan afspraken houden, waardoor bijvoorbeeld je video niet online komt of te laat. En daarmee stel je dus heel veel mensen teleur. Je vrienden, maar ook jezelf. En in dit geval had ik het dus even in scène gezet alsof ik jullie allemaal moest teleurstellen. Ik heb dat zelf namelijk een keer meegemaakt. Ik was toen 16 en ik ging voor het eerst uit. En nou, je weet hoe dat gaat, het ene biertje na het andere biertje ging erin. Maar op een gegeven moment sloeg de leuke avond gewoon van het ene op het andere moment om. Ik had te veel gedronken, ik werd kotsmisselijk, ik wist niet meer precies wat ik aan het doen was. En mijn vrienden hebben me toen naar huis moeten brengen. Dat is natuurlijk super lief dat ze dat hebben gedaan, maar omdat ik zo dom was om te veel te drinken, hebben ook mijn vrienden hun superleuke avond moeten afbreken. En de dagen daarna had ik zo'n gigantische kater. Ik was nog steeds misselijk, hoofdpijn. Ik was echt niets waard. En dan voel je je zo schuldig. Ik voelde me schuldig tegenover mijn vrienden omdat ik eigenlijk hun avond had verpest. Maar ook schuldig tegenover mezelf, want het is het gewoon allemaal niet waard. Ik heb hier echt zoveel van geleerd dat ik sindsdien mijn grenzen ken. En sowieso drink je natuurlijk nu niks voordat je 18 bent. Maar zelfs als je 18 bent, alsjeblieft, doe het met mate. Ken je grenzen, want het is het echt allemaal niet waard. Ik wilde dit eventjes aan jullie kwijt, omdat ik dit gewoon echt een heel belangrijk onderwerp vind. Maar zoals je al aan de titel kunt zien, is het vandaag tijd voor Vraag het Fer. En er zijn superveel vragen binnengekomen via Twitter met hashtag AskFertje. Het was trending topic, niet normaal, dus er zijn heel veel vragen binnengekomen. Dus ik ga heel snel beginnen. Doe jij dan alvast een duimpje omhoog, dan gaan we nu naar de intro. This first day, first day. De allereerste vraag is van Veronique en zij zegt: doe marshmallows in je mond en zing een liedje en dan moeten jullie raden welk liedje dit is. Wat een goed idee. Anders doe ik gelijk de Chubby Bunny Challenge. Oké, Chubby Bunny. Nee. Ik moet natuurlijk eerst dit in mijn mond doen en dan pas. Oké. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Thanks. Mijn vloerbedekking. Oh. Niet over nagedacht weer dit. Nou ja, het leverde vast spectaculaire beelden op. Na deze aanslag op mijn tanden komt de vraag van Elisa als geroepen. Ze zegt namelijk: poets je tanden met glitters, net zoals in je intro. Nou, daar gebruik ik dit glitterpotje voor. Dan kan je gewoon de kleur kiezen. Vandaag doe ik wel groen. Oh. Zo. Eerste link. Nu zit niet alleen mijn vloer onder de marshmallow, maar ook nog onder de glitters. Laatst zei iemand trouwens op Twitter tegen me van: Rutger, jij bent zo fabulous, je poept vast glitters. Nou, ik denk dat het morgen inderdaad zo zal zijn. Oké, dit is ook een leuke vraag van Lara. Ze zegt: welke naam zou je willen hebben als je niet Rutger had geheten? Nou, toen ik als kind op zwemles zat, was ik zeg maar, hoe oud ben je dan? 4, 5? I don't know. Toen had ik dus blijkbaar altijd gezegd dat ik Karel heette. En toen op een gegeven moment kwam de zwemjuf naar mijn moeder van: oh, u bent de moeder van Karel? En mijn moeder, nee, Rutger. Huh, heet hij Rutger? Hij heet toch Karel? Nou, ik had dus altijd gezegd dat ik Karel heette. Maar nu zou ik eigenlijk niet Karel willen heten. En ben ik best wel blij met Rutger. Amber wil heel graag dat ik een kalkoena doe. En Amber kennen wij elkaar, want echt, als er een Nederlands kampioenschap kalkoena doen was, dan had ik er heel graag meegedaan, want ik deed dat vroeger altijd. Oké, ik hoop dat ik nog kan. Oh,
kalkoenen zijn zulke helden. Ze hebben echt zo, ze zijn echt spuuglelijk. Ze hebben hier zo'n heel eng gezwel hangen of zo. Maar ze maken echt zulke leuke geluiden. Zo. Marel of Meryl vraagt hoe ik me vroeger in de klas gedroeg. Nou, ik werd er best wel vaak uitgestuurd. Maar dat was niet omdat ik me heel erg misdroeg in de zin van dat ik brutaal was. Maar ik was gewoon altijd aan het praten. En ja, de les boeide me nooit zo. Ik was gewoon meer met de gezelligheid in de klas bezig dan met de les. En eigenlijk tot op de dag van vandaag is er niks veranderd. Alleen doe ik het nu iets tactischer. Dus ik doe alsof ik oplet, maar ondertussen zit ik gewoon al van alles te doen. Celeste wil weten wat ik nog wil bereiken qua YouTube. Dat klinkt misschien nu heel erg raar, maar ik had vroeger echt als droom om een video te maken die op 301 views bleef hangen. En het is best wel gek dat dat nu eigenlijk standaard is. Maar eigenlijk ben ik al lang tevreden met het aantal views en abonnees dat ik heb. En het wordt wel nog steeds meer, maar daar gaat het me al lang niet meer om. Het was in het begin was het echt super vet als je video, wow, 400 keer was bekeken, dan gaf het me echt een kick. Maar eigenlijk is mijn doel qua YouTube de laatste tijd, eigenlijk sinds Leuk Genoeg, compleet veranderd. Ik heb ineens een heel nieuw inzicht gekregen ofzo en ik zou dat heel graag aan jullie willen vertellen, maar dat zou ik dan in een aparte video willen doen. Want dat is nu even een te lang, te ingewikkeld verhaal. Maar als jullie dat zouden willen weten, eigenlijk het verhaal achter Leuk Genoeg en ook een stukje making of, moet jullie het even in de reacties laten weten. Dan kan ik dat misschien wel gaan maken. Maar om nog even heel kort het doel wat ik nu heb. Ik wil gewoon zoveel mogelijk van jullie blij maken. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dan heb ik ook nog de vraag welk moment ik uit mijn leven nog een keer opnieuw zou willen doen. En ik denk dat dat wel de unicorn parachutesprong is. Dat was zo vet om te doen. Maar het stomme is, blijkbaar als ik iets engs doe, dan doen mijn hersenen iets waardoor ik het me daarna niet meer kan herinneren. Ik heb het ook met de hoogste duikplanksprong. Ik weet nog wel dat ik naar boven stond, maar ik kan de sprong zelf niet echt herinneren. Gelukkig staat het op video, dus ik kan het nog wel terugkijken. Maar zelf kan ik het niet meer echt herinneren. Dus daarom zou ik het nog wel een keer willen overdoen, want dat geeft zo'n enorme kick en ik zou het ook iedereen aanraden om het een keertje te doen. Ondanks dat ik het echt in mijn broek deed hoor, daar niet van. En tot slot wil Iris weten of er nog een keer een virtue meeting komt. Nou, goed dat je het vraagt, want ik zou het heel erg tof vinden als die er een keer zou komen. En ik heb ook al het een en ander bedacht wat ik zou willen gaan doen. Ik heb al een beetje rondgekeken waar dat dan zou kunnen. Maar ik wil natuurlijk wel weten of jullie het tof zouden vinden als ik een keer een meeting zou organiseren. Laat het dan even weten in reactie, dan weet ik een beetje op hoeveel mensen ik zou kunnen rekenen. Ik ben heel erg benieuwd. En dat waren de vragen van deze keer. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het insturen van alle vragen. Het is gewoon niet normaal dat Ask Virtue trending topic was. De laatste tijd trouwens is hashtag Virtue ook gewoon als mijn video online komt trending. Dat is gewoon, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is gewoon zo vet wat er de laatste tijd allemaal gebeurt. En daar wil ik jullie echt heel erg voor bedanken. Maar ik beloof je ook, er komt nog zoveel vets aan. Ik ben met heel veel dingen bezig. Daar kan ik helaas nog niks over vertellen, maar we gaan gewoon met z'n allen keihard door. Team Virtue neemt gewoon heel de wereld over. Als je nou nog echt een brandende vraag voor mij hebt of opdracht, dan kun je hem natuurlijk achterlaten in de reacties. Ik ga ze weer lezen. En dan verzamelen voor de volgende Vraag het Vir. Dan hoop ik dat je de video leuk vond. Doe ook even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je heel graag volgende week weer. En ik beloof je, dan ben ik er gewoon om 3:30. Dus heel graag tot volgende week Thursday. Bedankt voor het kijken. Doei! Hoi allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je weer kijkt.